Hey, leuk dat je kijkt naar een video van Pasje Vertareld. Deze video is voor de vis, voor het sterrenbeeld vissen. Dit is een tijdloze bericht. Dus als jij deze video ziet, is dit bericht voor jou. Ik ga 3 kaarten leggen uit het beschermengelen tarot. En ik ga deze video afsluiten met een antwoord op je vraag. Bedenk goed welke vraag je wil stellen. Mag ik 3 kaarten voor de vis? Voor het sterrenbeeld vis. Het tijdloos bericht van het sterrenbeeld vis. Mag ik 3 kaarten voor het tijdloze bericht van het sterrenbeeld vis? Beschermer van overvloed. Dit is een periode van groot succes voor je. Al je plannen zijn gezegend en zullen volmaakt verlopen. In de nabije toekomst verschijnen er onverwachte carrière-mogelijkheden. Zorg ervoor dat je ze accepteert. Deze kaart duidt erop dat iemand met een geweldige carrière bij deze situatie betrokken is. Dit is een machtig persoon en bijzonder integer. Je houdt van hard werken. Deze persoon zou zomaar jij kunnen zijn. Heler van gedachten. Het is tijd je leven op te schonen. Doe alles weg wat je omgeving rommelig of jou ongeorganiseerd maakt. Mensen die van je nemen maar niet teruggeven, zou je ook moeten laten gaan. Jij of een belanghebbende in deze situatie is wijs en betrokken. Heeft inzicht en een heerlijk gevoel voor humor en biedt levenservaring. 2 van emotie. Een relatie wordt dieper wanneer 2 mensen op elkaar verliefd worden. Of een bestaande relatie wordt hechter. Vriendschappen kunnen zich verdiepen tot een spirituele band. Wederzijds respect en begrip zijn aanwezig of zullen zich ontwikkelen. Geef lastige relaties nog een kans. Er is nog hoop. Antwoord op je vraag. Stel hem helder voor jezelf. Denk goed wat je wil vragen. Antwoord op de vraag van de vis. Antwoord op de vraag van de vis. Okay. Er komt een vreedzame oplossing. Dit was jouw video. Tot volgende. Doei!